Het verslag van Bergen STVV nu met Koen Meulenaren. Voor eerst zeggen dat bij STVV Boffin weer op de bank zit en dan beginnen we in de 8e minuut. Ken Monge te veel ruimte en tijd op rechts. In het midden is Marco Casto mee. Belic eerst met moeite, dan met pijn. Na een kwartier een eerste goede aanval van Sint-Truiden bij Jocke Jansen. Niemand valt hem aan, waarom eens niet schieten? En de bal valt precies in de winkelhaak binnen, 0-1. Een fantastische goal, maar de bal wijkt af op de voet van Rivenet, krijgt daardoor een merkwaardige curve en Van de Putten is geklopt. Bergen moet dus vroeg uit zijn egelstelling en doet dat ook. Vrij schop Ban en Belic laat hem binnen, 1-1. Het is hard, maar het is van ver. Belic stapt verkeerd en is niet op tijd terug en duwt de bal zelf binnen. Bergen voetbalt bij momenten iets beter. Een diepe bal naar Zoran Ban, borstcontrole en ineens het schot op de kruising. Tweede helft dan, 7e minuut, een Bonabuccia naar Jochi Jansen. De voorzet is laag, strak en goed en Buves is op de goede plaats. Sint-Truiden voor de tweede keer op voorsprong, Chris Buvens met de 1-2. Tijd is voor Zoran Ban om weer een vrij schop binnen te poeieren. Dit is te ver, €1000 dat hij erover gaat. Kijken en inderdaad, hij gaat erover. De beste truienaar is Jochi Jansen. Op counter weer weggestuurd. Chris van der Putten komt. Jansen komt ook. En Van der Putten is de winnaar. Halfweg de tweede helft zijn we dan bij een hoekschop van Chris Buves. Verlengd tot voor de voet van Wouter Franke en 1-3. Bij Bergen gaan ze nu naar een 88-urenweek. En naast vlees en vis mogen de spelers nu ook geen pasta's en groenten meer eten. Zoals bij het grote Juventus van Brio. Geen betere motivatie dan angst. 8 minuten voor tijd. Een 1-2'tje tussen Berkeman en Zoran Ban. Ban met de voorzet. En daar is Gomis met zijn grote voet. En 2-3. Bergen leek het al te hebben opgegeven. Maar Gomis zorgt voor nieuwe brandstof. Zij het niet voor lang. Op counter weer Sint-Truiden. De ingekomen Boffin. En dan Jansen slim naar Bonabuccia. Daar is Van de Putten weer. Bonabuccia erlangs. En mooi binnen. Sint-Truiden pakt dus na 5 matchen eindelijk nog eens de volle buit. Desiree Bonabuccia met de 2-4. Toch is het nog niet gedaan. Een vrijschop van Eric Jolie. Weggewerkt achterin. Ken Monge zal eens van ver proberen. Zie pats en schitterend binnen. 3-4. Zeg niet dat er in wedstrijden van Bergen niets te beleven valt. 7 goals vanavond. Die van Ken Monge is een mooie, maar komt te laat. Bergen Sint-Truiden, 3. De analist vanavond is Stefan.